We gaan wel naar het buitenland schakelen en wel hierom. Ja, want volgende week is het zover, het Eurovisie Songfestival. En misschien toch wel stiekem een beetje meer dan de afgelopen jaren verwachten we in Nederland met z'n allen dat we eindelijk die finale weer eens gaan halen. Zeker nu een nationale topact als Anouk op het podium hebben staan. De afgelopen jaren was de halve finale steeds het eindstation. En die jaren hadden we altijd de analyse van onze songfestivalkenner uit Bodegraven, Stefan Gorkum. Hij is nu ook weer in Malmö. En Steef, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij zit dus daar al in Malmö terwijl het Songfestival nog moet beginnen. Wat doe je daar, Steef? Nou, dat Songfestival, dat moet voor jullie als televisiekijkers nog beginnen. Maar dat is voor journalisten een tweewekelijks persevenement. Dat is afgelopen maandag al begonnen met repetities. En ik ben daarbij omdat ik vanaf het begin wil weten welk land het goed doet en hoe ze het allemaal aanpakken. Ja, je hebt dus Anouk dan ook al zien repeteren. Hoe deed ze het? Twee keer zelfs. Ja. Zij is meteen op die eerste maandag was zij aan de beurt. Toen heb ik haar gezien. Toen heb ik haar ook na afloop even gesproken. En vandaag was haar tweede repetitie. En hoe deed ze het? Ja, in principe gewoon goed. We hebben de keuze voor Anouk is natuurlijk deels te verklaren vanuit het probleem vorig jaar met een onervaren artiest als Gianfranca, die op de avond zelf het met name gewoon vocaal simpelweg liet afweten. Ja. Dat probleem heb je met Anouk niet. Daar kan ik heel kort en duidelijk over zijn. Die heeft nu haar liedje in die twee repetities zo'n 6-7 keer gezongen en het was vrijwel steeds perfect. Dat gaat op de avond ook gewoon goed komen. Maar er is natuurlijk nog net iets meer voor nodig dan alleen dat om... om het op het Songfestival goed te doen. Het moet ook het hele beeldplaatje moet kloppen enzovoorts. En jij zegt net een ervaren topartiest als Anouk. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat je wel merkt, is dat die ervaring zich... die heeft zij natuurlijk met name in festivals, in live optredens. En tv-ervaring, dat was ze hier nog een klein beetje aan het opdoen. Want ze had nog wel wat moeite met het pakken van de juiste camera en dat soort dingen. Maar daar wordt aan gewerkt. En je ziet wel dat gedurende de repetities vorderen, dat zij ook vorderingen maakt en dat het steeds beter gaat. Was die eerste dan ook minder goed dan die tweede? Was ze die tweede al een stukje beter? Ja, dat was absoluut in de tweede beter dan in de eerste. De eerste camera run-through, zeg maar, dat ze het voor het eerst deden. Toen hoorde je na afloop ook Anouk zeggen, de microfoontje stond aan, hoorde je er ook zeggen op het podium. Oh, jullie willen dat ik meer in de camera kijk. Dus er werd direct op gereageerd door de mensen die daarna zaten te kijken van de Nederlandse delegatie. En daar werd ook direct aan gewerkt. En dat zie je ook wel. Ze zei vandaag op de persconferentie dat ze er nog steeds wel wat moeite mee heeft. En ze zei ook van, nou, ik heb nu een aantal momenten, een aantal shots uitgekozen waarop ik weet precies in welke camera ik moet zitten. En daar ga ik vooral heel erg op letten. En verder wil ik ook niet te veel de aandacht afleiden van al die andere dingen die ik ook nog moet doen, zoals bijvoorbeeld zingen. Ja, nou dat klinkt heel positief, Steef. Ben je dan ook positief over de kansen die we maken om in die finale te komen? Om in de finale te komen, jazeker. Kijk, ik zit met mijn collega's hier een soort van lijstje te maken van nou, wat gaat er zeker door en wat gaat het niet halen. Sowieso statistisch gezien is de kans dit jaar wat groter dan andere jaren, omdat het er 10 van de 16 zijn die het gaan halen. Dus dat is meer dan de helft. Daarnaast is haar liedje muzikaal een van de beste, vocaal is ze een van de beste. We hebben gemerkt de afgelopen jaren dat vakjuries daar heel scherp op letten. Dus ik verwacht dat zij bij die vakjuries misschien wel in de top 5 of zelfs nog wel hoger in deze halve finale zit. En ja, die vakjuries bepalen de helft van de uitslag, dus dan ben je al een heel eind. Ik denk dat we de finale dit jaar wel gaan halen. Maar de eindoverwinning, dat wordt dan ja, toch weer lastig. Het is wel een hele grote stap. Maar wat bijvoorbeeld heel mooi zou zijn, en dat is een beetje de... als ik het zo inschat, als ik alle liedjes zo hoor, en wat een realistisch maar heel mooi doel zou zijn voor Anouk, om bijvoorbeeld top 10 te halen. Dat is heel lang geleden dat Nederland dat gehaald heeft. Ik zeg niet dat ze dat zomaar eventjes gaat halen, maar dat zou, als ze het zelf op de avond goed doet, als ze misschien een beetje mazzel heeft met haar loting voor de startpositie voor de finale, als dat allemaal mee zit, dan zou dat kunnen. En dan zou dat ook heel mooi zijn voor Nederland op het Songfestival. Ja, dan zijn we toch wel altijd benieuwd wie volgend jaar dan de eindoverwinning gaat halen. Waar we je volgend jaar kunnen gaan bellen. Want ik zag je deze week op Facebook zetten dat Hongarije, Zwitserland en Macedonië een beetje je favorieten waren. Maar dat die heel erg tegenvielen. Wie gaat het winnen dit jaar? Ja, klopt. Dat viel erg tegen. Ja, Denemarken wordt vanaf het begin af aan al steeds getipt. Ja, dat is een lied dat het ook gewoon heel goed zou kunnen gaan doen. Terwijl ik even door de security check loop. Even met een raar dingetje om me heen gaan. Please. Ja? Please. Oké, ik moet jullie heel eventjes wegleggen, jongens. Oké. Okay. Dan gaan we eerst even naar Beurs van Anouk luisteren. En dan bel ik je zo dadelijk even terug, Steef. Spreek ik jullie zo dadelijk. Okido. Okay. Hoi.
De Nederlandse afvaardiging voor het Songfestival van dit jaar, Anouk, met het nummer Birds. Ja, dan ga ik toch nog maar even dat prachtige muziekje starten, want Steve viel dus net even weg. Hij moest namelijk door een security check. Ja, het is een enorm media-evenement maar Steve, volgens mij is het allemaal weer goed gekomen, hè? Ja, zeker. Toen ik mijn telefoontje eenmaal op de band legde, toen waren ze weer tevreden. Nu ben ik er gewoon. Ik ben binnen. Zo is dat. Zeg, waar we het over hadden, degene die jij voor de winnaar tipt, die had het over Denemarken. Is dat de enige? Denemarken. Nee, zeker niet. Denemarken is van tevoren altijd al getipt. En het is een beetje, we zijn hier gekomen met de vraag van wie kan Denemarken eventueel verslaan, zeg maar. Dat is een beetje het punt. En ik heb die repetities in die eerste week allemaal zitten volgen. En nou, wat er heel scherp uitspringt is Azerbeidzjan. Die vind ik dit jaar opnieuw weer heel erg sterk. Een land dat vrij recent nog gewonnen heeft. En ik sluit niet helemaal uit dat we volgend jaar weer terug naar Baku gaan. Niet zozeer, het is ook wel een sterk nummer. Het is een ballad en hij zingt het heel goed. De jongen heeft een uitgebreide jazzopleiding gedaan. Maar waar ze in Azerbeidzjan ook ontzettend goed in zijn, is om het lied heel professioneel in beeld te brengen. Hè. Vanaf de allereerste repetitie, waar er bij heel veel landen, niet alleen bij Nederland, maar bij heel veel landen nog over nagedacht moet worden en verbeterd moet worden. Bij hun liep het eigenlijk vanaf de eerste run vlekkeloos. Die jongens hebben zoveel voorbereid. En de jongen in een glazen kooi die dan precies de bewegingen kopieert die die zanger op het podium maakt. En het, je moet het zien, het ziet er ontzettend scherp uit. Ja, dat is cool. En verder, ik zit even te denken, nou ja, je hebt Cascada die voor Duitsland natuurlijk meedoet. Ja, dat is mijn persoonlijke favoriet. Dat is mijn persoonlijke favoriet inderdaad. Ga ik, ja, kijk, als je met zo'n artiest komt, dan ga je sowieso heel veel aandacht trekken. En dan weet je ook dat je ervaring en bepaalde kwaliteit in huis haalt. En dat is denk ik ook terecht dat die ook hoog staan in de pols wat dat betreft. Waar van haar moet ik wel even in zoverre slag om de arm houden. Dat ik nog geen repetitie van haar heb kunnen zien, omdat zij rechtstreeks in de finale zit. Hè. Dat geldt voor Duitsland en voor een aantal andere landen. Ja. Dus ik moet haar eerste repetitie nog zien. Dus ik weet nog niet hoe het op het podium uit gaat zien. Maar op basis van haar status als artiest en haar lied, behoort zij ook zeker tot de favoriet. Oké, even samenvattend. Jij denkt dat Nederland in ieder geval de finale gaat halen en dan misschien nog een top 10 plek. In Duitsland, Denemarken en wat had je nog meer? Azerbeidzjan. Ja, nou ja, dat de kans hebben. Dus daar moet je op gaan letten als je naar de televisieuitzendingen van het Songfestival gaat kijken. Steve is daarbij. Steve, maak er een fantastische week van. Ga ik doen. En vooral genieten ook, hè. Ja, nee, dat komt helemaal goed. We hebben hier ontzettend naar ons zin. En hard werken, maar ook heel veel lol. Zo is dat. Hey, veel plezier nog daar. Dankjewel. Okido.